Hé hey jongens, yo, dat alles goed gaat met iedereen en dat iedereen een hele leuke dag heeft. Ik wil het even hebben over deze man, Alex van Warmdam. Ik heb uh, een DVD-box gekocht uh, deze week van, over uh, films van Alex van Warmdam op Bob.com. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik vind het allemaal geweldige films. Uh, vooral uh, wat, wat echt groot, waar, waar ik echt een groot fan van ben, van de films Abel, De Noorderlingen, De Jurk, uh, Grim, Ober en De Laatste Dagen van Emma Blank. Dat, vind ik, dat zijn mijn favoriete films van hem. En uh, ik wil het even hebben over een film die niet heel vaak belicht wordt van Alex van Warmdam. Uh, Kleine Teun. Kleine Teun heb ik gisteren voor het eerst gezien. Eerst wil ik even iets vertellen over Alex van Warmdam. Alex van Warmdam is een kunstenaar, toneelschrijver, toneel, toneelregisseur, regisseur, acteur en scenarioschrijver. En hij komt uit Haarlem. En ik kom ook uit Haarlem. Dus dat, uh, dan heb je wel een streepje voor bij mij. Maar nee, alle gekheid op een stokje. Ik vind Alex van Warmdam de meest geniale man. Die in uh, de Nederlandse filmindustrie werkt. Ik vind zijn werk echt geweldig. En ik kan er enorm om lachen. Uh, het is surrealistisch, absurdistisch. Het is kunstzinnig, het is grappig, het is humorvol. Uh, en het, ik kan het enorm waarderen. Ik vind het echt geweldige films. Uh, ja, nogmaals, uh, De Noorlingen. Die moet je echt gezien hebben, jongens. Echt uh, uit 1992 met Jack Wouter en overal. Heel goed. Echt een geweldige film. En uh, Abel. Is zijn, was zijn debuut in 1986. En Abel, ja, je denkt misschien dat ja, het zijn een jaren 80 film is, dus het zal wel een beetje gedateerd zijn. Nee, Abel was uh, tijdloos en een fantastische film. En heerlijke, hi hilarisch gewoon. Uh, maar ik ga het dus hebben over Kleine Teun. En Kleine Teun is een film die ik nog niet eerder had gezien. Dit was de enige film van Alex Warmdam met Borgman die ik nog niet had gezien. En uh, Kleine Teun gaat over de levens van Boer uh, Brand, gespeeld door Alex Warmdam. Die analfabet is. Het gaat over zijn vrouw Kate, gespeeld door Annette Malherbe, met echt met verve gespeeld door Annette Malherbe, wat in het echt ook de vrouw is van uh, Alice van Warndam. en uh, Lena, gespeeld door Ariana Sluiter. Uh, fantastische, fantastische, uh, ja, fantastische, werk, fantastische film. Uh, maar uh, ja, er, het is niet de beste van uh, Alice van Warndam. En je volgt dus de levens van uh, Boer Brandt die uh, Verliefd wordt op zijn onderwijsgenares uh, Lena. En L Lena leert hem uh, lezen en schrijven. En zijn vrouw Kate, al net maar hebben, wordt daar een beetje jaloers op. Die merkt dat er meer gaat spelen. Dat Brand verliefd wordt op Lena. En dat Lena ook wel wat wil van, van Brand. En ja, dat, dat begint Kate de hele tijd te merken. En Kate, die heeft een wens, dat is om moeder te worden. En uh, zij heeft zoiets van ja. Laat Brand en Lena maar een kind krijgen. Dan zorg ik dat Lena wordt opgeruimd. Dan zijn we af van Lena. En dan kan, kan, kan ik weer met Brand uh, dat kind uh, uh, op laten groeien. Met, met, dus met Brand en met Kate. En dan is Lena eens uitgespeeld en die doet er niet meer mee. Dat is het plan van, van Kate in de film. En ja. Heel logisch, dat loopt natuurlijk uit de hand en dat gaat natuurlijk niet goed. Dat is zo. Dat is met alle films van Alex Warmdam. Er komt een plan, er is een plan. En natuurlijk gaat het grandioos mis. En dat is ook bij uh, Kleine Teun zo. Uh, nou ja, in ieder geval. Uh, ja, het zijn. Uh, mocht je denken van ik, ik hou van uh, sympathieke karakters, dan heb je aan Kleine Teun heb je een, een, een niet zo goede. Want. Uh, ja, Brand is heel norsig. is niet zo sympathiek, is een beetje verlegen, is een beetje zo'n echte boer, een beetje. Uh, uh, niet zo spraakzaam. Kate is weer heel jaloers, uh, is heel direct. En Lena is uh, heel slim, heel intelligent. Aan het begin van de film is ze heel uh, sympathiek en uh, leuk en vlotjes, uh, maar gaandeweg wordt ze een beetje een bitch. Uh, naarmate ze een groter. Uh, Grotere rol speelt in het leven van Brand en in het leven van Lena. En uh, in, in, in het uh, leven van, uh, van Kate. Want uh, eigenlijk kan je zeggen dat. Uh, want uh, Kate, die regelt dus dat Lena, de onderwijsnares, dat die uh, les gaat geven aan. Uh, aan Brand, uh, Aars van Warm dan dus. En dat gaat helemaal mis. En dat is eigenlijk de grootste fout die Kate ooit heeft kunnen maken. om uh, contact te zoeken met Lena. Want Lena uh, zorgt ervoor. Dat hun leven echt een ramp wordt. En dat zie je gewoon duidelijk gewoon de, in, de, in de komende anderhalf uur. Dus gewoon anderhalf uur is het uh, leed zien van, uh, van een, een verliefd koppeltje dat uh, verder uit elkaar wordt gedreven door een uh, derde speler. En uh, nou, ik moet zeggen, uh, ik ben heel erg fan van de humor van Alex van Warmdam in films. Maar bij deze film is dat toch wat minder te zien. Het is een wat serieuzere film. Wel nog steeds absurdistisch en uh, hele stijlvolle dialogen. Uh, er wordt gescholden. Er wordt pijn gedaan. Er wordt, uh, je ziet duidelijk dat er wordt, mensen worden uh, beledigd. En het is echt een beetje een drie, uh, driehoekverhouding. Dus het is echt het leven van Brand, uh, Lena en Kate. En dat zie je gewoon, de hele tijd gewoon door. En dat is uh, gewoon een hele film is dat te zien. En eigenlijk kan je zeggen dat er eigenlijk geen echte andere. Karakters uh, uh, een rol spelen in de film. Het zijn dus eigenlijk die drie die, uh, die vooral uh, in de film uh, ja, domineren, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk teun, het kind van uh, Brand en Lena. Dat uh, is kleine teun. Die, uh, die komt er natuurlijk ook in voor. Maar eigenlijk gaat het dus veel meer om ruzie en om uh, jaloezie en om. Uh, ja, het is, een, het is een, wel een film met veel leed. En uh, ja, je leeft vooral mee met, uh, ja, met, die, uh, met Lena. Want uh, je kijkt eigenlijk door, door de ogen van Lena naar een stel wat, uh, uh, ja, wat heel erg uh, veel problemen heeft. En uh, nou, ja, wat ik wil ook wil zeggen over deze film: ik, vond dus, ik vind dit dus niet het beste werk van Alex Vormdam. Bij far niet. Ook op VPRO heeft hij bijvoorbeeld Drie Sterren. En, uh, hij heeft op uh, op uh, heeft hij een 3,4 en op uh, I'm the Bee heeft hij een 6,9. Dus dat zijn allemaal wel goede cijfers en ook kleine Teun is ook heel goed beoordeeld door uh, Critici toen tijd in 1998. Alleen uh, ik denk dat deze film niet meer tegenwoordig gemaakt zou kunnen worden. Want waarom niet? Uh, er is een scène in de film dat dan uh, krijgt Brand uh, krijgt dan les van uh, van Lena en dan vraagt Brand van kan je je rechterborst laten zien. En waarop Lena zoiets zei van hé, hey, gek, oude gek, wat, wat denk je al niet, dat doe ik natuurlijk niet. En uh, nou, gaandeweg laat ze wel haar borsten zien, want ze krijgen dus uh, ook uh, seks en een kind samen. Maar uh, dat, dat komt gaandeweg te veel. Maar dat zou tegenwoordig zou dat niet meer werken in 2024. Want uh, als je nu dat zou vragen aan iemand van laat je rechterborst zien. Dan uh, heb je zo een uh, gevangenisstraf uh, ja, op je op je contact. kan je zo een gevangenisstraf op je contact krijgen. En uh, dat zou hashtag uh, metoo zijn. Dus, uh, dus dat, ja, dat, dat kon misschien in de jaren negentig. kon, kon er zo zo'n scène gespeeld worden. Dat uh, zoiets wordt gevraagd uit het niets. Out of the blue. Maar, uh, en er is ook een scène dat, uh, dat Lena haar uh, auto instapt. En dat uh, Brand haar zo wat uh, aanrandt. Uh, maar uh, dat moet dus eigenlijk moet het uh, een beetje zo gespeeld zijn dat uh, Lena dat een beetje van haar gewoon eigenlijk vraagt van, van Brand, weet je dat er verleiding is en dat zij eigenlijk wil, zij wil gewoon uh, gestuurd worden door Brand en zij wil gewoon iets van Brand, maar ja, ze is ze is ook een beetje verlegen en dat soort dingen. Dus er is duidelijk een miscommunicatie tussen die twee, maar uiteindelijk zie je dus uh, wel dat Lena ook wil en dat Brand wil en dat ja, dat er een, uh, een, een liefde tussen die twee opbloeit. En dat uh, Brand voor Lena kiest. En dan Kate, ja, die, uh, gaat dan, uh, ja, die, die, die gaat uh, dan. Die, 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 die verliest haar positie in huis. En uh, sterker nog, uh, het bed wat zij deelde met, uh, met, uh, met Brand, dat uh, moet ze zelfs ook. Uh, ja, Nalopen. dan moet zij zelf ook uh, verliezen. Want uh, dat, dat gaat ook naar uh, Lena en naar Brand. Dus het is echt... Uh, ja, er gebeurt veel in de film. En uh, eigenlijk zie je heel erg dat uh, Kate steeds meer op de achtergrond drijft. En dat het steeds meer een romance wordt tussen, uh, tussen Lena en, en Brand. En uh, nou ja, dus maar dus dat soort, dat soort uh, dialogen met van... Laat je rechter borst zien. Uh, of uh, dat hij dus haar... Bijna een soort van aanrand in de auto. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen, denk ik. En daarom vind ik dat deze film, Kleine Teun, hij komt uit 1998. En ook qua kleding en qua auto's, dan zie je wel duidelijk dat het ja, meer dan twintig jaar geleden is dat deze film is gemaakt. Dus hij is wel gedateerd. Hij is ook wat langzamer. Uh, het is de vierde film van uh, Alex van Warmdam. Uh, net uh, na uh, Abel, De Noordelingen en De Jurk heeft hij deze film gemaakt. En het is eigenlijk wel logisch dat ik deze film nu pas zie. Want het is een beetje een ondergeschoven kindje van, uh, van Alex van Warm Want uh, die andere films zijn veel bekender. En Kleine Teunen, ik wist pas van het bestaan van Kleine Teunen pas uh, twee of drie jaar geleden pas. Dat, dat daar een film van was. En nu heb ik hem voor het eerst keer gezien. En uh, ja, ik vind nogmaals een film met echt fantastische dialogen. Alleen ik vind het zo jammer dat, dat er heel weinig Alex van Warm humor in zit. En dat ontbreekt een beetje in deze film. Het is een hele serieuze film. En uh, ja, daarom uh, kom ik er, kwam ik er moeilijk doorheen. En hij duurt maar anderhalf uur door, Dus hij is zo voorbij. Maar uh, ja, ik, vond het, uh, ik vond het een mindere film van Alex van Ik denk zelfs, jongens dat is een beetje hard om te zeggen. Ik hoop niet dat Alex dit zelf ziet. Maar ik denk dat ik dit zijn minste, minste film vind. Uh, ik vind dit... Uh, ik heb er minder plezier uit gehaald dan bijvoorbeeld uit Ober, Abel, De Noorderlingen, De Jurk. Laatste Dag van Emma Blank. Weet je? Dat soort films die boeien, die bekoren, die, ah, die, 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 die bekijk je nog een keer en nog een keer, en nog een keer. Na vier keer zijn ze nog steeds leuk. In deze film heb ik wel eens iets van ja, ik heb hem één keer gezien en ik, ik weet het wel, ik geloof het wel. En ik denk ook niet dat ik hem over tien jaar wel heel goed zou vinden. Dus kleine teun, ja. En ik denk nogmaals dat, dat, dat hij uh, zijn beste tijd heeft gehad. En dat. Die film niet meer gemaakt zou kunnen worden. Met uh, dit soort scherpe dialogen, die een beetje die in dit hashtag MeToo-tijdperk, uh, dat, dat kan gewoon niet meer. Dus als je dit in de bioscoop zou zien in 2024, dat, uh, dat zouden mensen niet waarderen, of de, bioscoop, de huidige bioscoopgangers zouden dat minder goed waarderen. Uh, desondanks is het wel weer echt een knap staaltje werk, hoor, van Alice van Warmdown. Want er wordt wel weer heel erg goed geacteerd. En helemaal door. De drie acteurs zelf, door Alex van Warmdam, door Agneth Milherbe en Ariane Schroeter. Je, je, ja, je, je denkt bij jezelf, ook al heeft, uh, dit, dit is gebaseerd op een gelijknamig toneelstuk van Alex van Warmdam uit 1996. En toen speelde Kees Huls, speelde Brand. En je denkt bij jezelf, er zouden geen enkele acteur, zou het beter kunnen spelen dan deze drie acteurs. Dits, deze acteurs zijn zo ontzettend goed gecast. In die rollen van uh, Brand, Lena en, uh, en Kate. En het is echt fantastisch hoe dat, uh, hoe dat is gekast en hoe zij acteren. Het is heel geloofwaardig, het is echt heel overtuigend ook. Um, maar ja, weet je, in dit toneelstuk speelde dus uh, Kees Hul speelde Brand en niet Alex van Warmdam. Maar dat terzijde uh, Alex van Warmdam jongens. Geweldige regisseur, geweldige filmmaker, geweldige cineast. Uh, Fantastische scenario schrijver. Ook deze film. Het is misschien niet mijn favoriete film. Uh, ik vind het misschien de slechtste film, wat ik al eerder zei. Maar toch is het wel weer goed geschreven. En toch heeft het wel weer van die dialogen waarvan je denkt van ah, het zijn zulke scherpe dialogen, dat zou alleen Alex van Warmdamp kunnen schrijven. En wat ik ook leuk vind van zijn film, en dat is, deze film steekt er echt met kop en schouders bovenuit. Het is een oer-Hollandse film. Het is oer-Hollands en dat, dat kan ik ook waarderen. Maar ik vind het nogmaals niet zijn beste film. En uh, ja, maar ik vind het wel weer heel goed hoe het is uh, opgebouwd tussen die uh, drie karakters. Uh, dus Lena, Brand en Kate. En uh, ja, het is gewoon een driehoekverhouding. Driehoek en uh, ja, je, 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 je merkt gewoon dat het plan van Kate. Je wil dan een kind van uh, Lena en Brand. En uh, Kate zegt dan ook: van Ja, Brand is mijn broer. en uh, wij hebben helemaal geen relatie gehad. Dus ga jullie gang maar. Ga jullie, ga jullie gang maar. En dan, uh, nou ja. Zo probeert zij dus uh, een beetje, uh, ondanks dat Kate dus niet meer de geliefde is van Brand, zo probeert zij toch een beetje in, in dat levertje te blijven te uh, fungeren. En uh, hoopt zij toch uh, uiteindelijk die baby te krijgen, kleine Teun, dus in de film. Uh, om, uh, door uh, Ariane Schlüter, door Lena, uh, onder meer te vergiftigen, probeert zij dan uh, steeds meer de moederrol te krijgen. Want je ziet duidelijk in de film, dat is al eerder in de film. Is dat te zien? Dat is een hele sterke scène. Heel goed geacteerd in de supermarkt. Dat, uh, uh, dat uh, Kate een uh, baby vasthoudt. En dat je duidelijk kan zien dat Kate heeft echt een uh, moederwens. Die wil moeder worden. En daar gaat die film dus om. Het gaat dus eigenlijk om de strijd tussen uh, Lena en Kate. Om kleine teun. En uh, nou ja. Je moet hem maar eens een keer gaan zien, jongens. Want ik heb hem dus ook pas gisteren. Voor het eerst in mijn leven, ik ben 30 jaar heb hem gezien en ik ben echt een filmliefhebber. Ik uh, bekijk het liefst alle films, maar daar heb je gewoon te weinig tijd voor in het leven. Maar toch heb ik hem pas uh, gisteren voor het eerst gezien. En uh, ja, het is wel een film die je beklijft, maar het is gewoon niet de sterkste uh, aansporing dan film. En het is een van zijn meest serieuze films. En ik geef deze film een kleine teun, geef ik daarom een 5,5. En uh, misschien had ik nog wel een keer later in de toekomst een. Uh, Film van Alex van Warmdam ga reviewen. Maar, uh, maar deze, ik wilde deze heel graag uh, reviewen. Want deze heb ik dus uh, recent gezien. Vers van de pers. En uh, die staat nog heel goed op mijn netvlies. En ik geef hem dus een 5,5. Maar ja, jongens. Um, thanks voor het kijken van deze video. En ik zie jullie bij de volgende. Oké, okay, jongens. Ee, hey, later. Ciao, ciao. doei. doei.